treinstation. Een hoorspel geschreven door John Owen en James Parkinson, vertaald door Loes Moraal en geregisseerd door Hero Muller. Plaats nog vrij? Ja. Oh, ja. Gelukkig. Bof ik even. Zo. Hé. Ik was al bang dat de hele reis zou moeten staan. Het is nogal druk, ja. Komt omdat vandaag iedereen hetzelfde doet. Wat? Jaarlijkse volksverhuizing. Allemaal op pad om thuis kerstmis te vieren met de hele familie. Ach ja. Ja, natuurlijk, ja. Oh. Ook dat nog. Ik hoop niet dat de hele reis zo doorgaat. Neemt u mij niet kwalijk. Wat? Weet u misschien hoe laat het is? Ja, het is 5:30. 5:30? Mm-hmm. Ik dacht dat het de trein van 6:20 was. Ja, dat is het ook. Volgens het spoorboekje in ieder geval. Waar wachten we dan in godsnaam op? Dat weet ik niet. Maar het zal wel niet lang meer duren. Mag ik hopen. Vertrekken die ellendige treinen ook wel eens op tijd? Voor mij was het een gelukje dat deze te laat is. Ze hebben het vastgehoord. U wordt uw wenken bediend hier. Godzijdank. Zo. Dag, Londen. Ben ik even blij dat ik dat zeggen kan? Nee, wat ik zeggen wilde. Ja? Het spijt me dat ik net een beetje kort aangebonden was. Maar... Oh, wat aardig van u om dat te zeggen. Ja, ik kan niet tegen dat rondhangen op die stations. Ja, dat is ook niet zo opwekkend. Zeker niet in deze tijd van het jaar. Nee. Soms denk ik wel eens hè, dat het veel beter zou zijn als we allemaal een pil kregen om de kersttijd slapend door te komen. Een soort winterslaapje, net als de beren. Ja, dat zou geen gek idee zijn. Hè. Ik neem aan dat u ook inkoop heeft gedaan. Ja, nou en of, de jaarlijkse nachtmerrie. In de warenhuizen word je platgedrukt en buiten regent het pijpen stelen. Oh, wat een ellende. Vrolijk kerstfeest. Hoe verzin is het? Was het zo erg? Nou nee hoor, ik viel best mee. Maar ik ben wel blij dat ik in ieder geval weer 12 maanden rust heb. Ja, ja, kan ik me voorstellen, ja. U gaat me toch niet vertellen dat u uw kerstinkopen nog niet gedaan heeft? Nou, eerlijk gezegd, ik ben bang van niet, nee. Oh. Nee. Het gaat mij natuurlijk niks aan, maar zoveel tijd hebt u niet meer. Hoe bedoelt u? Er zijn nog maar 2 koopavonden. Oh, nee, dat niet. Er zijn maar heel weinig mensen voor wie ik een cadeautje moet kopen. Oh, niet kwalijk. Nee, geeft echt niks. Het spijt me toch. Ik heb de akelige gewoonte me overal mee te bemoeien. En ik heb ook de akelige gewoonte veel te veel te kletsen. Ach, het is eigenlijk wel gezellig als iemand tegen je praat. Laten we gaan zingen, jongens. Ga allemaal zingen. Kom op, allemaal meedoen. Dan gaan we gezellig zingen. Het ziet er naar uit dat we een gratis voorstelling krijgen. Ja. Ik denk dat ik mijn biezen maar pak en op jacht ga naar een kop koffie. Kan ik u niet kwalijk nemen. Hey, jongens, wat is er nou met jullie aan de hand? Je ziet eruit alsof jullie naar van de begrafenis komen. Hey, komt jullie hierheen? Hé, hey, waarom zingt u nou niet? Is het iets met u? Ik geloof dat hij het op u gemunt heeft. Ziet er wel naar uit, ja. Waarom kijk je zo raar aan mij aan? Waarom kijk je mij zo raar aan? Hou je niet van Ik heb ook wel zin in een kop koffie. Heb je er bezwaar tegen als ik met u meega? Ja, natuurlijk niet, helemaal. Nee, luister nou eens even. Laten we, hey, zal ik u uw tas nemen? Ja, graag. Wacht nou toch even. Hé, hey, wacht nou toch even, man. Ik ken je ergens van? Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Nee, zeker. Ik ken die man ergens van. Ik heb het nou veel al eerder gezien, hoor. Ik weet zeker dat ik die vent ken. Hé, mevrouw, kennen die vent? Ik die vent, die heb ik eerder gezien. Ik heb die... Maar waar was ze zo gauw weer? Nou, ik hoop dat onze zanger ons hier met rust laat. Nou, ik denk niet dat hij nog in staat is om zo ver te lopen. Nee, waarschijnlijk niet. Zou het nou niet eens een goed idee zijn om eens kennis met elkaar te maken? Oh... ja, natuurlijk. Mijn naam is Davis. Paul Davis. Leuk u te ontmoeten, meneer Davis. Ik ben Jean Harvey. Mag u het? Mevrouw Harvey? Nee, juffrouw.
Oh, neemt u me niet kwalijk. Geeft niks. Moet u nog ver? Ethelwich. Hé, dat is ook toevallig. Daar ga ik ook heen. Ik woon daar. Ach. En u werkt daar ook? Ja. Lerares op de meisjesschool. Ik geef Engels en Frans. Bevalt u dat? Oh, over het algemeen wel. Vooral de vakanties. En komt u ook uit Ethelwich? Ik ben er geboren. Oh. En ik heb het op mijn 12e jaar gewoond. Zo? Komt u nog vaak? Nee. Nee, bijna nooit eigenlijk. Maar nu krijg ik opeens het gevoel dat ik alles weer wilde terugzien. Ja. Dat komt door de tijd van het jaar. Een beetje nostalgisch. Heimwee naar de jeugd. Ik heb er heerlijke herinneringen aan de kerstdagen daar. Dan hoop ik voor u dat deze kerst net zo mooi wordt. Dank u. Ach, daar is de koffie, hè? Heerlijk. Alsjeblieft, meneer. Twee koffie. Dank u wel. Zo. Ja, heerlijk. Ja, ik moet u zeggen, geurig, vers gezet. Ik heb net een nieuwe pot oploskoffie opengemaakt. Mogen wij even. Zeg, kan ik verder nog iets voor u betekenen? Nee, dank u wel. Moment. Ja? Alsjeblieft. Nee, laat u maar. Oh, dank het is goed zo. Zeg, wat ik nog zeggen wilde, meneer. De koffie waar het vergif in zit, smaakt een beetje naar amandelen. Het is maar dat u het weet. Wat? Wat aardig van u om ons te waarschuwen. Graag gedaan. Nou ja. Zijn grappen zijn dan wel niet erg leuk, maar in elk geval wel actueel. Ja. Hij had het over die zaak met die vergiftigde koffie. U weet wel, die man die ze zoekt omdat hij zijn vrouw vergiftigd heeft. Oh ja? Dat stond vanmorgen in alle kranten. Zo. Nee, ik... Ik lees bijna nooit kranten. Eerlijk niet? Nee. Oh, moet geweldig zijn om dat te kunnen. Om wat te kunnen? Nou, zo te kunnen afsluiten. Niks te willen weten over wat er om je heen gebeurt en zo. Ach, als je bedenkt in wat voor wereld wij leven, dan is het echt niet zo moeilijk. Oh. Maar volgens mij bent u een buitengewoon gelukkig mens. Het enige waar ik tegenop zie, dat is een diner met de staf van school. 3 uur lang een onsmakelijke hap en stom vervelende grapjes. Ja, ja. Maar ja, ik kan er niet onderuit. Ik moet erheen en mijn ziel in leidzaamheid bezitten. En wat gaat u allemaal doen, meneer Davies? Wat gaat u allemaal doen? Heeft u leuke plannen voor de komende dagen? Nee. Nee, eigenlijk niet, nee. Komt uw vrouw ook? Nee. Nee. Oh. Nee, mijn vrouw en ik... We zijn niet meer bij elkaar. Och, spijt me. Zulke dingen gebeuren. Ja, ik wilde niet persoonlijk worden. Nee, geeft niet. Hé, daar. Daar zie ik iets bekends. Waar? Is dat niet Hotel Boszicht? Ja, inderdaad. Ja. Oh, dan zijn we er dus bijna. Ja, het duurt niet lang meer. Nee. Nee, dan duurt het niet lang meer. Denk op het afstapje. Dank u wel. Heeft u alles? Ja, hoor, ik geloof het wel. Hemel, hebt u geen regenjas bij? Nee, ik ben zomaar weggegaan. Ik heb niet eens aan een regenjas gedacht. Nou, dat is niet zo best. Een taxi is met dit weer natuurlijk ook niet te krijgen. Daar is de standplaats, wie weet loft u. Nee, is niet nodig. Ik loop wel, het is niet zo ver. Mijn auto staat op de parkeerplaats. Kan ik u misschien een lift geven? Nee, echt maar een heel klein stukje. Oh, het is anders geen enkele moeite. Nee, ik vind het erg aardig van u, maar ik ben er echt zo. Weet u het zeker? Ja, heel zeker, dank u wel. Oh, moet opschieten. Ik kom steeds dichterbij. Ja, wie weet. Het is maar een klein stadje. Misschien zien we elkaar nog ergens, hè? Dat betwijfel ik. Oh. Oh, nee. Neemt u mij niet kwalijk. Ik klonk erg onvriendelijk. Was het niet doen. Nee, maar ik denk niet dat ik hier langer dan een hooguit 2 dagen blijf. Hey, Sally! Ja, nee, ik moet echt weg nu, hoor. Het was een heel plezierige reis, dank u wel. Ja, dat vond ik ook. Tot ziens. Kom hier. Hier staat het droog. Ik kom eraan. Hallo, Sal. Hoe kom jij hier verzeild? Ik zat in de trein, meid. Oh ja? Ja, ik heb door de laatste lijst boodschappen ingeworsteld. En heb je alles wat je hebben moest? Ja, min of meer.
Ik zat trouwens ook in de restauratie wagen, hoor. Dat ik je dan niet gezien heb. Nou, je wilde me ook liever niet zien. Hoe bedoel je? Nou, dat je wel iets anders te doen had. Wat een enige vent is dat. Wie? Ach, kom nou zeg. Je vriend natuurlijk. Oh, je bedoelt meneer Davies. Meneer Davies? Ik ken hem nauwelijks. We hebben alleen maar wat koffie gedronken en een beetje zitten praten. Meer niet. Wat jammer. Ja, dat vind ik ook. Zeg, ik heb het vage idee dat ik hem eens eerder gezien heb. Kwam hij jou ook niet een beetje bekend voor? Nee hoor, nee. Ik weet zeker dat ik hem nooit eerder heb gezien. Oh. Helaas. Nou ja, wat maakt het ook uit? Jezus, wat een weer. Zeg, wil je soms een lift? Mijn auto staat op de parkeerplaats. Nee hoor, dank je, Jean. George pikt me op. Hij zal zo wel hier zijn. Nou, dan ga ik maar. Ja. Zeg, wacht nog even. Dat is waar ook. Wat? Vergeet niet dat je vrijdag bij ons eet, hè? Oh, nee, dat vergeet ik absoluut niet, hoor. Ik verheug me erop. Dat is jij ook. Tot ziens. Tot vrijdag. Dag, ja, dag. Tot vrijdag. Meneer Davies. Meneer Davies. Oh. Oh, god, nee, hè. Nee, dat kan niet waar zijn. Nee, je hebt te veel misdaadromannetjes gelezen, Sel. Ach, nee, dat zou toch gek zijn. Dat kan dezelfde man niet zijn. Ach, nee, natuurlijk niet. Nou, je wilde me ook liever niet zien, denk ik. Je had wel iets anders te doen. Wat een enige vent, die vriend van je. Morgen weet de hele stad, het moet je net Sally hebben. Ach, kan mij toch schelen. Bijna thuis, gelukkig. Zodra ik binnen ben, schenk ik mezelf een lekker glas sherry in. Heb ik best verdiend. Ah, wat rot weer. Hé, is dat niet... Ja, waarachtig, ik geloof echt dat dit dat is. Hoe is het mogelijk? Meneer Davies! Meneer Davies! Ah, juffrouw Harvey. Stap gauw in, u bent doorweekt. Nee, echt niet. Ik moet nog maar een klein stukje. We gaan dezelfde kant op. Heel vriendelijk van u, maar het is nog maar een paar honderd meter. Met de auto bent u er vlugger, of niet soms? Ja, u heeft gelijk natuurlijk. Ja. Nou, vooruit dan maar. Dank u wel. Dat was beter, hè? Heeft u ooit geprobeerd verzekeringen aan de man te brengen? Ik geloof dat u daar zeer rijk mee zou kunnen worden. Ik zal er eens over nadenken. Nou, waar moet u naartoe? Naar een hotelletje waar ik al een paar keer eerder ben geweest. Ik geloof dat het Gouden Leeuw heet of zoiets. De Gouden Leeuw? Ja. U bedoelt toch niet de Rode Leeuw? Ja, precies. Nee, zo heet het, ja. Oh. Rode Leeuw. Oh. Wat is er zo grappig? Ja, nou, u hebt echt iemand nodig om op u te passen. Hoezo? Nou, om te beginnen vergeet u uw regenjas. U loopt dus drijfnat in de stromende regen. En dan bent u ook nog op zoek naar een hotel dat niet bestaat. Dat niet bestaat? Nee. Een jaar geleden ongeveer hebben ze hier de nieuwe rondweg aangelegd. En de Rode Leeuw heeft de operatie niet overleefd. Oh. Oh, juist. Mm-hmm. En wat nu? Ja, ik... Ik zal hem ergens anders onderdak moeten zien te vinden. Tegen de tijd dat u dat gevonden heeft, dan heeft u een dubbele longontsteking te pakken. Nee hoor, daar komt niks van in. Ik heb een beter idee. Wat denkt u hiervan? We rijden naar mijn huis. Daar droogt u uw kleren. Nee. Geen sprake van. Ik maak een lekkere, sterke kop echt, koffie. Dat kan ik echt niet accepteren. En dan pak ik de telefoon en probeer voor vannacht ergens onderdak voor u te vinden. Nee. Nou? Nee. Ik vind het erg aardig van u, maar doet u alsjeblieft geen moeite. Dat meent u toch niet, hè? Nee. U bent toch niet echt van plan om nou weer uit te stappen met dit hondenweer? Maak u zich niet ongerust. Ik vind wel iets. Nogmaals bedankt voor alle moeite. Ah, het is niet te geloven. U bent de grootste stijfkop die ik ooit gezien heb. Juffrouw Harvey, Jean. Ik stel het zeer op prijs wat u allemaal voor mij wilt doen. Maar ik ben niet één van je leerlingen. U kunt mij de wet niet voorschrijven, Jean. Oh, laat ik je dan dat vertellen, Paul. Dat niet één van mijn kinderen zich zo stompzinnig zou gedragen. Waar ben je eigenlijk bang voor? Bang? Ja. Waarom doe je zo afwerend? Ik bedoel, ik probeer je te helpen. Ik wil je niet ontvoeren. Ja, geloof ik graag. Maar ik heb je hulp niet nodig. Oh. Nou wordt mij wel even hardhandig mijn plaats gewezen. Terug in je hok, Jean. Dank u. Nee, luister nou, Jean. Probeer het alsjeblieft te begrijpen. Meneer Davies, u bent de slechtst gemanierde man die ik ooit ontmoet heb. Ja. Ik geloof dat ze het daarboven met je eens zijn.
Jean, het spijt me. Ja, is goed. Luister nou, ik ben grof geweest. Maar weet je... Ach, wat doet het er ook toe? Als het aanbod nog geldt... Natuurlijk. Hè? Kop koffie? Heerlijk. Ik denk dat we allebei hard aan koffie toe zijn. Heeft een kalmerende invloed, zeggen ze. Maar ik waarschuw je. Ik zet beroerde koffie. Kan ik me niet voorstellen. Huiskamer, ook mini-formaat. Ja, ja. Maar gezellig. En wat moet een mens meer? Ja, dat vind ik ook. Zeg, ik ga even water opzetten. Hey, ja. Ja, is prima. Heb jij lucifers? Oh, jazeker. Ik moet ze ergens hebben. Heb je open haartje om alleen maar aan te steken? Wil jij er even een lucifer bij houden dan? Ja, natuurlijk. Zo. Zodra we koffie hebben, ga ik voor je bellen. Ah, ja. Hier. Handen voor je gepakt. Oh, heerlijk, dank je. En nu, koffie. Koffie. Zo. Hoe gaat het met het vuur? Hoe gaat het met het vuur? Oh, begint lekker te branden. Een van de voordelen van een kabouterhuisje. Het is lekker galbarm. Ja, ik vind het erg leuk. Alleen, Alleen wat? Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat je je hier af en toe een beetje eenzaam voelt. Je woont hier nogal afgelegen. Hier naast de buurt zit nog een aardig eentje weg. Maar misschien heb ik ook gewoon te lang in de stad gewoond. Ik heb er geen last van hoor. Alleen misschien op avonden als deze. Ja. Maar vanavond heb ik gezelschap, dus dat komt goed uit. Zeg, zal ik wat eten bij maken? Nou, als je zelf ook wat neemt. Ja, nou, ik lust best wat. Begin je al een beetje te drogen? Ja, we vorderen langzaam. Mooi. Ja, als je zin om op tv te kijken, ga je gang dan, hè? Ja. Ja, doe ik. Van 2,57 punten op 1353,05. Gebruik je cijfer? Ja, graag. Heb je liever oude of jonge kaart? Analyse de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Beide goed. Het lage drukgebied ten westen van ons land blijft het weer voorlopig beïnvloeden. In het zuiden zal de duidelijkheid enigszins afnemen. Ja. In het temperatuursverloop komt weinig verandering. Op dit jaar zijn de kansen op een witte kerst uiterst gering. Dan ontvangen we zojuist nog een politiebericht betreffende de gisteren in Londen gepleegde moord op mevrouw Sarah Russell. God. De politie zoekt de echtgenoot van de vermoorde vrouw. Zijn naam is Paul Trevor Russell. Deze foto werd vandaag voor publicatie vrij. Oh, je was het vergeten. Je bent allergisch voor nieuws. Hè? Nou, nee, dat is een beetje overdreven. Ik vond het niet zo interessant. Had jij het willen zien? Nee, hoor. Zo, eindelijk dan. En toen was er koffie. Oh, dank je. Zo. Dus ze hebben hem nog niet? En wie? Man van die moordzaak in Londen. Nee, geloof me niet. En wil je Rome je koffie? Ja, graag. Gek, hè? Eigenlijk heb ik een beetje medelijden met hem. Nou, zo. Lijkt me vreselijk om opgejaagd te worden zo alleen te zijn. Oh, ik heb er één klontje in gedaan. Is dat genoeg? Nee, ik pak er nog wel eentje. Als je het goed vindt. Vreemde zaak eigenlijk, hè? Wat vind je? Ja... Ik dacht dat dat vergif een beetje uit de tijd was. Nou, ik zou het niet weten. Ik bedoel, als het nou een liefdesgeschiedenis is, hè, en dat denk ik dan... dan gebruiken de meeste mannen toch een revolver of een mes. Ja, maar er zijn natuurlijk ook mannen die... die dat soort geweld moeilijk vinden. Oh, je bedoelt dat ze niet tegen bloed kunnen en zo? Ja, natuurlijk. Ja, als je iemand vergiftigt... Dan hoef je niet eens in hetzelfde huis te zijn als het gebeurt. Het gaat alleen met een gedachte kippenvel, jij niet? Ja, inderdaad, geen plezierige gedachte. Nee, dat wil niet. Oh, zeg, ik ben zo terug. Pak jij in die tussentijd vast een sandwich, ja? Jean Harvey? Jean, met Sally. Hey, hallo Sal. Jean, luister goed. Het is heel belangrijk. Oh, nou, zeg het dan maar. Heb je het nieuws van 9 uur gezien? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, ik heb vanuit de keuken wat opgevangen. Hoezo? Je weet toch die man die door de politie gezocht wordt? Die man die...
Gutsel, waarom doe je daar zo opgewonden over? We kennen die man toch niet? Wat mij betreft heb je inderdaad gelijk. Maar wat jezelf betreft zit je er lelijk naast. Ze lieten ook een foto van hem zien. Nou, en? Het is jouw meneer Davis. Mijn... Ach, Sally, hou toch op. Dat is absurd. Maar ik zeg je dat hij het is. Hij is het, Jean. Er is geen enkele twijfel mogelijk. Alleen heet hij niet Davis, maar Russell. Paul Trevor Russell. Sally, echt? Jean, je weet niet half hoeveel geluk je gehad hebt. Ze zeiden dat hij in staat moet worden geacht nog meer moorden te plegen. Die man is geestesziek, Jean. Sally, dit is belachelijk. Hij gedroeg zich volkomen normaal. Normaler kan niet. Maar hij is onder behandeling van een psychiater geweest, zeiden ze op het nieuws. Kalmeer nou eens een beetje, Sally. Het is absoluut onmogelijk. Nee, het kan dezelfde man niet zijn. Jean, geloof me nou toch. Weet je nog dat ik zei dat ik hem al eens eerder had gezien? Ja. Vlak voor ik jullie samen in de trein zag, had ik de krant zitten lezen. En daar stond een foto van hem in. Daardoor kwam hij me natuurlijk bekend voor. Toen jij op het station naar je auto liep, schoot die foto me opeens weer te binnen. Nou, ik kon toen echt niet geloven dat het dezelfde man was. Ja, zulke dingen gebeuren natuurlijk wel, maar het overkomt altijd andere mensen, nooit jezelf, dacht ik. Sally. Jean, hij is het. De beschrijving klopt ook precies. Lang, breed gebouwd, roodachtig bruin haar. Zelfs dat groene ribfluwelen pak dat hij aan had. Jean, er is absoluut geen twijfel mogelijk. Het is dezelfde man. Sally? Ja? Ik herinner me opeens iets. Wat? In de trein zat een man. Ja, wat voor man? Die was dronken. Hij kwam naar ons toe en toen zei hij... Ik ben zeker dat ik die vent ken. Hé, hey, mevrouw, ken ik die vent? Ik vind, die heb ik eerder gezien. Jean, ben je er nog? Er waren nog andere dingen ook. Ja, wat voor andere dingen? Waar heb je het nou toch over, Jean? Nee, mijn vrouw en ik... We zijn niet meer bij elkaar. Jean! Hallo! Jean! Hallo! Jean! 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 Nee, ik ben zo ondergaan. Ik heb helemaal niet aan de regio's gedacht. Jean! Jean! Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat je je hier af en toe... Ja, een beetje eenzaam voelt. Je woont hier nogal afgelegen. Jean, wat is er aan de hand? Geef toch antwoord! Sally, luister. Wat gebeurde er? Waarom gaf je geen antwoord? Luister naar me. Ik geloof dat je gelijk hebt. Hij is het. Het is dezelfde man. Ja, dat zeg ik toch al de hele tijd. Ja, luister nou toch, je begrijpt het niet. Iets niet in orde? Oh, nee. Nee hoor, niets aan de hand. Je klonk een beetje ongerust, dus ik dacht... Nee. Het is alleen... Ik praat gewoon met een vriendin. Dan zal ik je niet meer storen. Ik kom zo. Neem nog een sandwich. Laat je koffie niet koud worden. Nee. Ik hang zo op. Hé, hey Jean, wat is er toch aan de hand? Tegen wie praat je? Sally. Hij is hier. Hij is hier, bij me. Wie? Wie is bij je? Die man, Russell. Die man die ze zoeken. Hij is bij jou? Ja, ik gaf hem een lift en... Oh, het duurt veel te lang om het allemaal uit te leggen, maar hij is hier. Hij zit in de kamercel, nu, op dit moment. Oh mijn god, nee, dat kan niet waar zijn. Oh, Jean. Wat moet ik doen? Je moet onmiddellijk het huis uit. Nu meteen. Ren weg. Ja. Ga naar de boerderij een beetje verderop. Ja. Jean, lopen. Ja. Oh, ik bel meteen de politie. Ja, doe dat. Maak dat je weg komt, Jean. Onmiddellijk. Ja. Sally. Sally. Hallo? Nee. Het is een nachtmerrie. Ik moet gauw wakker worden, alsjeblieft. Voel jij je wel goed, Jean? Oh ja. Hou er. Niks aan de hand. Je staat te trillen op je benen. Het is hier een beetje koud. Kom mee naar de kamer. Huh? Daar brandt de open haard. Ja. Kom maar. Ja, is goed. Zo. Ja, hier is het lekker warm. Ga maar gauw zitten. Hier is je koffie. Zo. Gaat het al wat beter? Ja. Ik voel me prima. Was dat die vriendin die we op het station hebben gezien? Weet je dat? Gewoon geraden. Je koffie. Ja. Ik drink het zo. Zou je goed doen. Ziet een beetje bleek. Ik markeer echt niks.
Het is gewoon... Sally, die ratelt aan één stuk door en ik heb een hele vermoeiende dag achter de rug. En, ik voel een verschrikkelijke hoofdpijn opkomen. Je weet wel, alsof ik steen in mijn hoofd heb. Wat vervelend. Heb je aspirine in huis? Ja. Ligt een buisje in de keuken. Zal ik er één voor je halen? Oh, graag ja, als je wilt. Ze liggen op de plank. Goed. En als ik jou was, zou ik me niet bewegen. Wat? Niet bewegen. Lijkt me niet verstandig met die steen in je hoofd. Blijf rustig en stil zitten. Ah, zo. Gevonden. Zo. Eén genoeg? Twee graag. Twee. Alsjeblieft. Neem ze maar in met een grote slok koffie. Huh? Goed zo. Goed zo. En zo dadelijk zul jij je een stuk beter voelen. Zo. Ja. Jean, op je gezondheid. Prettige kerstdagen. Proost. Dat is lekker. Dat is heel lekker. Ik zal even voor je gaan bellen. In die tijd kun jij je koffie verder opdrinken. Ik geloof niet dat dat nog nodig is. Niet nodig? Nee. Nee. Ik wil graag met je praten. En we zullen niet veel tijd meer hebben. Ik begrijp je niet. Wat bedoel je niet veel tijd meer? De politie zal zo wel hier zijn. Oh. Je hebt het gehoord. Ik heb in elk geval genoeg gehoord. Je vriendin heeft gelijk. Ik ben de man die ze zoeken. Wat ga je nou doen? Doen? Ik heb niet veel keus. Maar waarom ga je niet gewoon weg? Ga nu meteen. Je kunt mijn auto nemen. Je kunt nu nog weg. Het spijt me zo, Jean. Het spijt me. Ik heb niet gewild dat het zo zou gaan. Maar jij stond erop. Je dwong me bijna om hierheen te gaan. Ik was van plan een kop koffie met jou te drinken en dan weg te gaan. Maar nu... Waarom zou je mij kwaad doen? Daar schiet je toch niks mee op? Waarom ga je niet gewoon weg? Nu, het kan nu nog. Jean, je moet niet bang voor me zijn. Waarom zou ik jou kwaad willen doen? Je bent zo aardig voor me geweest. Ik geloof niet dat iemand ooit zo aardig voor mij is geweest. Ik begrijp je niet. Jean, ik probeer jou te vertellen dat je mij kunt vertrouwen. Dat ik jou op geen enkele manier kwaad zal doen. Waarom ga je dan niet gewoon weg? Je zet lekkere koffie, Jean. Mijn vrouw zet ook lekkere koffie. Weet je, in sommige opzichten lijk je op haar. Jij houdt van mensen, je houdt van praten. Je maakt kennelijk ook makkelijk vrienden. Ik denk dat jij haar ook aardig zou hebben gevonden. Bijna iedereen vond haar aardig. Ja, ze was heel mooi, weet je. Slank, slank. Prachtig, zacht blond haar. En... de mooiste saffierblauwe ogen die je kunt voorstellen. Ongelooflijk mooi. Ja, behalve soms als ze lachte. En dan keken die ogen op een manier. Ja, maar dat zagen ze natuurlijk nooit. Wie? Ze? De andere. Die blik was alleen voor mij bestemd. Ik begrijp je niet. Ik was niet zoals zij, weet je dat? Ik wilde het wel. Ik heb het ook geprobeerd. Ik heb altijd een ander soort leven willen leiden. Rustiger, minder buitensporig, minder verkwistend. Ja, eigenlijk vooral rustiger. Rustiger. En na een poosje begonnen ze mij... ja, hoe moet ik het zeggen? Begonnen ze mij lachwekkend te vinden. Ze behandelden mij als een grappig huisdier. Ja, lieve oude saaie Paul. En als ze dan lachten... dan klonk dat smalend. Dat klonk vernederend. En die prachtige ogen, die spraken boekdelen. Die keken mij aan, geringschattend, minachtend. En dat, Jean, dat maakte mij erg ongelukkig. Erg ongelukkig. Maar... wat maar? Je komt toch bij haar vandaan? Ja, moest maar eens bij haar vandaan. Kort poosje maar, ik was niet in orde.
Ik moest niet naar haar teruggaan. Dat zou onverstandig zijn, zeiden ze. Ja, ja, onverstandig. Maar ik moest naar haar terug, Jean. Begrijp je? Ik hield van haar. Begrijp je dat? Ja. 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 Ik geloof dat ik het begrijp. En ik hoopte altijd dat het... Ja, dat het beter zou gaan. Dat het beter zou worden tussen ons, maar dat gebeurde niet. En toen... Toen op een gegeven moment, toen kon ik er niet meer tegen. Tegen die lach. En tegen die blik. En ik hield zoveel van haar. Het was niet te verdragen dat zij niet van mij hield. Zelfs niet een klein beetje van mij hield. Het was te onverdraaglijk. Het spijt me zo voor je, Paul. Nee, nee. Nee, ik ben degene die spijt. Spijt dat ik jou erbij moest betrekken. Jean, je bent zo ontzettend aardig voor me geweest. Maar het is nog niet te laat. Mijn auto staat buiten. Je kunt nog weg. Je hebt nog tijd. Nee, nee. Nee, Jean, je begrijpt het niet. Ik ben niet op de vlucht voor de politie. Ik ben hierheen gekomen omdat ik hier geboren ben. Hier in Ettelwich voel ik me thuis. En ik wilde thuis zijn. Begrijp je dat? Daar zijn ze. Een beetje te vlug eigenlijk. Juffrouw Harvey! Moet ik open doen? Ja, ga maar. Goed dan. Juffrouw Harvey! Ja, maar Jean, we hadden vrienden kunnen worden. Juffrouw Harvey! Kom. Juffrouw Harvey? Ja? Politie. Ik weet. Hij is binnen in de huiskamer. U blijft hier staan en u verroert u niets. Hij is niet gevaarlijk. Russell! Russell! Ja? Politie! Komt u binnen. We zaten op u te wachten. Doe geen domme dingen, Russell. Ik ben gewapend. Dat zie ik. Moet ik vereerd zijn? Jij staat langzaam op en je doet je handen op je hoofd. Kom hier, kom. Ja? Zo. Niks. Is alles goed met u, juffrouw Harvey? Ja. Hij mankeert niets. Hij heeft geen geweld gebruikt? Nee, helemaal niet. Nou, dan heeft hij geluk gehad. Enorm veel geluk. Je kunt je handen wel laten zakken, Russell. Dank. Paul Trevor Russell. Ik ben commissaris Veen en ik arresteer u op verdenking van moord op uw vrouw. U hoeft niets te zeggen, maar alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden. Is dat duidelijk? Zeer duidelijk. En u hebt mij ook niks te zeggen? Nee, iets te doen. Juffrouw Harvey. Die koffie die daar op tafel staat, hebt u die zelf gezet? Ja. Dan moet u eens heel goed naar mij luisteren en heel goed nadenken. Bent u, nadat u die koffie op die tafel hebt gezet, deze kamer uit geweest? Al was het maar heel even. Ja. Ja, een paar minuten. Ja. De telefoon ging, maar... Juffrouw Harvey, ik wil u niet nodeloos ongerust maken, maar ik moet u toch zeggen dat de kans bestaat dat die koffie die u gedronken hebt een of ander vergif bevat. Commissaris, mag ik even... Nee, het enige wat jij mag is je mond houden, Russell. Brigadier. Wel onmiddellijk een dokter en zegt erbij spoedgeval, mogelijk vergiftiging. Wacht nou even, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft wel, dat hoeft wel. Wij nemen geen enkel risico. Ik zeg u dat het niet nodig is. Het heeft geen zin. U heeft het mis. Hij heeft nog geen moment kwaad willen doen. Ik begrijp dat het nu eigenlijk was goed. Er zat absoluut niets in mijn koffie. En zelfs als er iets in gedaan was, zelfs als dat het geval was, dan... Ja? Ik schaam me om het te moeten zeggen. Ik ben allemaal zo stom. Ik heb de kopjes verwisseld. Wat heb jij gedaan? Ja, ik dacht toen nog... Wat? Toen je misschien... Oh, het is natuurlijk helemaal fout. Het is ontzettend, maar... Ik heb het gedaan. Jean. Toen je naar de keuken ging om de aspirine te pakken... Toen heb ik de kopjes gewisseld. Oh, jij stommeling. Stommeling. Blijf waar je bent, Russell. Jij hebt de kopjes verwisseld. Ja. Maar Jean, heb je dan niet, ook helemaal niets begrepen wat ik al gezegd heb? Dat ik naar huis wilde, naar Ettelwich, waar ik geboren was. Dat ik je zo dankbaar was voor alles... Hoe erg ik het vond dat ik jou hier moest betrekken. Ik was toch niet op de vlucht voor de politie, Jean. Heb je echt niet begrepen dat Ettelwich mijn beginstation... maar ook mijn eindstation zou worden? Jean, ik vind het zo verschrikkelijk dat ik jou uitgerekend... jou in groot gevaar heb gebracht. Oh, nee. Ja. Ja. Maar er is goddank nog tijd. Als die dokter maar gauw komt. Oh, mijn god. Ja. Ja, er zat vergif in die koffie. Maar ik heb het in mijn eigen kopje gedaan... Mijn eigen kopje, Jean. Mijn eigen kopje.
mijn eigen kopje. Aan het begin van AVRO's hoorspelmagazine stond vanavond Eindstation. Geschreven door John Owen en James Parkinson en vertaald door Loes Moraal. Maria Lindes speelde Jean Harvey en Hans Veerman Paul Russell. Verder hoorde u Paula Major als Sally, Lex Braamhorst als een nieuwslezer en Ben Hulsman als commissaris Veen. Het spel werd technisch gerealiseerd door Antoinette Dreugen en Martin Schuurmans en Hero Muller had de regie.